Hallo, Milan Knol 2. Ik ben hier met KP nummer 2 en Enzo. En vandaag gaan wij raden welke games ze bedoelen met screenshots. Ja, wij zijn allebei gamers, dus dit lijkt mij wel iets heel logisch om te doen. En ik denk dat wij dit goed kunnen. We krijgen bonuspunten als we raden welke jaar die game is gelanceerd. Dus doe gezellig mee thuis achter de buis. En comment of hoeveel je er goed had. Laten we beginnen. Oké. Okay. Ken jij deze games? Ben jij er klaar voor? Laten we snel beginnen. Want aftellen was heel spannend altijd. The Crew. Wat? Van Ubisoft. Ik dacht gewoon een soort van Porsche 2020. Bro, je is zo slecht hier. Ja, dat was niet goed. The Crew, zegt hij. Ja, dat leek het al. Wat is dat? The Crew is van Ubisoft, een race game. Maar Forza Horizon is beter. Ruik je dit? Schone babybilletjes. Heb jij een baby? Ruik dit. Oh. Ja, dat zijn die babybilletjes. Wow, hoe heb je dat gedaan? Ziek, hè? Ja, lekker. Gewoon baby neergelegd op gedrukt zo. Ja, twee. Eén. Ik ga raden. Heel... Zet hem op pauze. Ik denk mag toch niet? Je hebt een timer. Dead Space. Dead Space. Ik ken dit ook niet. Ik ben geen gamer. Oh, bro. Bro. Ja, maar dit was ook geen normale screenshot. Ze gaan natuurlijk geen screenshot doen met al het logo in beeld. Ze? Het is allemaal Barend schuld, de editor. Barend, je bent een lul. Als we deze niet goed hebben, kap ik ermee. Wow, is dat zo? Bro. Oh my god. De Crew. Nee. Dit is Mario Kart? Nee, jongen. Ja! Nu gaan we door. Oké. Okay, ja, ik heb geen idee hoe ik dat raden. Mario Kart. Mario Kart, gast. Halo. Halo, bro. Maar bro, welke? 2011. Dit is Halo 1, hè? Ja, de eerste 2011 of zo. Denk ik het wel. Oh! Ja, dit is de eerste. Oh, wanneer was dat? 2001. Halo Combat Evolved. De allereerste. Bro, deze game hebben wij kapot gespeeld. Ja. Echt, met die buggies en die grote map heen en weer. Allebei een base. Dit is wel echt de vetste game tot nu toe. Ja, eens. 3, 2, 1. Deze weet ik. Ja, die speel jij met Elisabeth. Nee. Kitchen Crew. Dit is niet played up. Dit is Cook and Delicious of zo? Of hoe heet dat? Cook and nog iets? 2019. Oh. Overcooked. Oh ja, zo heet dat. Ja bro, dat speel jij toch? Nee, dat speel ik niet. Heb ik één keer gespeeld. Ja, wij ook trouwens. Wat is dit? Crash and Bandicoot. Crash Bandicoot? Bro, ik moet toch wat opgooien? Bro! Oh my god. Ja. Oh, wacht eens even. Dit hebben wij wel gespeeld. Toen was ik 8. Ja, dit hebben wij wel gespeeld hoor. Dat zou kunnen. Sowieso, ik was 6. Dit was een vet legendary game. Daar komen we toch op terug. Oké, ja. Ik hou van Lego. Shout out naar mijn Lego man. Ja, 100% Lego. Nou, ik ben benieuwd. Oh, Ja, die de zombies neerknuppelen. Dus wij samen gespeeld. The Forest. Dit is Forest 2. Wat? Die speel ik nu. Ja, Sons of the Forest. Geen 2. Ja, dat is de tweede! Oh. Dat is Sons of the Forest, de tweede. Die speel ik nu. Een hele serie op mijn kanaal gedaan. Nog steeds trouwens. Ja, die is nog geen 2 maanden oud. Klopt. Ga ik nog eentje goed hebben, deze video? Of? Zal wel moeten. Ja, Harry Potter. Hogwarts Legacy. 2022. November. Goeie. December. Goeie. Boom! Februari. Was het. Je had hem al goed. Ik zag het niet meteen. Netjes. Ik zag die Agardium Lavioso. La. Wa. Ja. Die was helemaal fout. Lagardium Laviosa. Nee. Wingardium Leviosa. Ja goed, hier gingen de gebroeders Knol net iets te goed op. Dus hier komen spreuken van Milan en Enzo Knol. Wat betekent dat? Lumos. Hey. Accio. Ja, klopt. Heb je mij vast, toch? Ja, dat klopt. Ja. Ja. En dan Levioso. Ja. En ik zet je weer neer. Spectrum Kninoshi. 3, 2, 1. Wat? Oh, Arnold Schwarzenegger en de Predators. Ik weet het niet. Arnold Schwarzenegger en de Predators. 1992. James Bond, GoldenEye. Er komt een remake van. Gamers, let op. Ja, vet hè? Ja, heel cool. Je had hier altijd de Golden Gun. Er was één schot, was gewoon dood. Ja, zal. Ik heb het nooit gespeeld. Vind je het niet leuk? Door naar de volgende. Vind ik ook niet leuk dan. Ja, Mario. Mario 64. Nee, Mario 64 op de Nintendo 64 in 1996. 98. Oh, 2002. Oh, dat was Sunshine. Ja, oh. Random. Ja, dat is random. Random. Random.
Kom op, man. Hé, maar we hebben wel redelijk wat goed. Maar. Counter-Strike Global Offensive. Nee, nee. Source. Counter-Strike Source. Ja, ik denk ook Source, ja. Van Steam. 2003? 8. Oh! Maar dit is wel echt een van mijn favoriete games ooit. Counter-Strike Source, bro. Daar heb ik pas veel uurtjes in zitten. Oh, ik ook, man. Ik had toen X-Fire. En dan kon je bijhouden hoe lang je had gegamed. Jij was de eerste gebande Nederlander, toch? Op Steam, of niet? Ja, ja, ja. Vanwege ja, ja. Cheaten en zo. Ja, ja, ja. Hé, hey, maar even serieus. Wist je dat 30% van de gamers cheat? Wauw. En ik me altijd maar afvragen waarom ik verlies. Ja! Nu nee. Weet ik het. 1 op de... 3,5 potjes. Ja, ja, zoiets. Kom een cheater tegen. Ja. FIFA. FIFA, maar welke? Ik denk... 2016. Ik denk 2017. Oh my god. Bro, ja. Hoe... Ze lopen wel heel erg achter hoor, vind ik. Ze lopen achter met graphics. Maar ja. Het is FIFA, bro. Wat verwacht je? Eén grote oplichter. Door. Deze heb ik hoor. Dit is... Diablo? Nee. Zo'n moeilijke RPG-game of zo. Diablo, denk ik? Ik weet het niet. Oh, Elder Scrolls. Bro, dat had je al moeten weten, man. Ja, heb ik wel gespeeld. Dit heb jij veel gespeeld. Nou. Maar... Wow, 2014? Zo, dat had ik niet verwacht, hoor. Daar schrik ik even van. Tesso heette dat. Tesso? Ja, dat is de afkorting. The Elder Scrolls Online. Nerd. 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 Yo, Farming Simulator, bro. Ja, denk ik ook. 2000... Nee, ik weet het niet. Ja, ik ga voor Farming Simulator 2017. Ja? Oh, staat hij. Hij is best nieuw nog. Ik heb het gewoon goed. Maar hoe raden we dat Farming Simulator is? Wij spelen dat helemaal nooit. Ik speel het één keer. Je ziet, dus, hè, je ziet de oogst. Ja, dat is waar. Zo. Dat is goed voor de oogst. Ja, dat is goed voor ja, het platteland. Zo, de teer. Ja, bizar, hè? Zo. Oei, oei. Je hebt nog liever een koe, denk ik. Oh, kom hier met dat babybilletje. Hey! Babybilletje. Fortnite! Apex Legend. Fortnite. Easy. Oh. 2017 of zo, 18? Oh, bijna. Zo. Ik heb... Gast, hoe kun jij nog overleven in je eigen stang? Hé, maar dit heb ik nog nooit gespeeld. Nee? Nee. Oh, dit is... Dit hebben wij gespeeld wel, denk ik. Nee, dit is Construction Simulator. Dat speel ik. Dit is Construction Simulator. Oh, Eurotruck! Wauw. Ah. 2012. Nou, de Construction Simulator heeft dezelfde kwaliteit als dit. Maar de simulator games zijn wel echt ziek populair, hè? Ja. En wat wil je daarmee zeggen? Nee, maar stop even. Wat wil je daar? Wat was je verder je punt? Ja, dat jij dat had moeten weten. Ik speel dat alleen maar. Oké, maar je had het wel fout. Het is niet erg. Hebben wij samen gespeeld? It takes two. 2022. Hè? Is dat al zo lang geleden? Ja, gast. 2 years ago. It takes 2 years ago. Wat? Oké, let's go. Deze heb ik niet. Ja. Eilandje bouwen. Heb jij laatst gespeeld met speerwerpen? Pauze. Ik overleven. Weet het was? Overleven. Island? Iets survival? Nee. Wacht, ik weet het. Zeg het door nou niet, jongen! Raft. Ik steek, ja, ruft. Ik wist dit, man. Ja, maar dat had je al lang moeten weten. De tijd was al 8 keer voorbij. Nou, next. Ik wist niet dat je boos bent. Ja, boos dat je doorklikt. Ik weet Subnautica. Nee, dit is... de Elder Scrolls. Dit is die dwergengame. Kijk maar, staat in beeld. Nee, ik ga niet kijken. Dit staat is die, in beeld. Nee, dit is die dwergengame. Deep Rock Galactic. Oh, wow, ik zie helemaal niks meer nu. Alles is wazig. Kijk. Goeie. Je noemde geen datum. Bro, we hebben er nog maar 4 goed van de 30 of zo. Nee joh, veel meer. De teller staat echt al op 13. Voor de laatste, hè? Oh, is de laatste? Oh. Wie deze goed heeft, is echt een gamer. Jurassic Park. Bro! Horizon! Nee, jongen! Wat dan? Horizon, de Forbidden iets. Nee, laat maar je nadenken. Nee, ik ben de echte OG gamer. Zeg het. Ark Survival. Vet. Komt-ie. Ark Survival. Fout. Fuck. Boom! En ik heb dit nog nooit gespeeld! Ark Survival Reloaded! Bam! Staat nergens Reloaded, maar dat is soms wel in een game, hè? Reloaded. Ja. Leuk, man. Gezellig. Ja, vet. Voel je een echte gamer nu met deze kennis? Want ik vind dat we het slecht hebben gedaan. Dit is een beetje zo'n typisch van... Ik ken alle Pokémon uit mijn hoofd en je wordt getest en je weet er nog maar 30. Ja, nou, die hebben we trouwens ook opgenomen. Ja. Wil je die zien? Link in de beschrijving. Ha! Doei. Hoe vond jij er goed? Hoe vond jij er goed?